RTL Boulevard onthult nooit eerder uitgezonde beelden waarin Jan Smit zich vijandig gedraagt tegenover verslaggever Aram Beet. Jan verlaat niet alleen het Eurovisie Songfestival als commentator, maar trekt zich ook volledig terug. Het uitgezonde interview, opgenomen acht maanden geleden, onthult een gespannen interactie waarin Jan weinig welwillendheid toont om over het Songfestival te praten. In het interview geeft Jan blijk van zijn ontevredenheid over vragen met betrekking tot het Songfestival en lijkt hij geïrriteerd door Arans doorvragen. Jan valt persoonlijk aan en weigert verdere toelichting, wat leidt tot een gespannen sfeer. RTL Boulevard besloot destijds de beelden niet uit te zenden om de aandacht niet op Jans uitspraken te vestigen. Nu, met de kennis van Jans vertrek als commentator, onthult Boulevard de beelden om een ander licht te werpen op de situatie. Aram Beet bekritiseert Jan Smit voor zijn gebrek aan zelfreflectie en vindt zijn reactie kinderachtig. Jans vertrek bij het Songfestival lijkt verband te houden met zijn ontevredenheid over de inzending van Mia en Dion. De onthulde beelden werpen nu een nieuw licht op Jans houding en de mogelijke redenen voor zijn abrupte vertrek bij het Eurovisie Songfestival.